Cambuur had van de middag de uitwedstrijd tegen Feyenoord verlen. In de Kuip won de Rotterdammers met 2-1. In de eerste helft scoorde El Amadi vlak voor rest de 1-0. In de tweede helft werd het voortendadelijks 2-0 door Kazim Richards. Daarna kreeg Cambuur spits ook Betje al gauw een rode kaart. Met 10 man zwargen invaller Barto Jelwaai de tweede helft nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Cambuur net. Sportclub Jereveen deed het juiste jong beter en helle met 4-0 uit zijn PEC Zwolle. In het eigen Abel Enstra stadion scoorden Slagveer en Larsson in de eerste helft. Na rest bepaalden Mark Oet en nijkomer Henk Veerman de eindstoon op 4-0. Jereveen zit nu op het 6e plak, Cambuur is 11e.